Het is vandaag zaterdag 9 juni 2012. Ik ben op het bedrijf van René en Anja Ooms in het Westland, in de buurt van Steenbergen. En het is hier een open dag vandaag. En we staan nu op het punt om met René en een aantal gasten een aspergeworkshop te ondergaan. En daarmee gaan we naar het veld om de mensen die daar zitten het onderwijs te geven in het steken van asperges. Zo, we gaan op de tractor naar het land. Op de platte wagen. Nou, leuker kan het niet natuurlijk. En de onderdeel van de beeld die hij heeft, zijn wel speer. Nou, we gaan hier door het polderlandschap richting het aspergeveld. Zo, we zijn ondertussen gearriveerd in het aspergeveld en de deelnemers die klimmen het trapje af zoals je ziet en worden daarbij geholpen door een sterke mannelijke hand. En we krijgen nu van René Ooms een uitleg over het aspergeteelt, waar we over zichzelf wel het nodige van weten. Het is lekker zandgrond, wat op zandgrond. Kleiere honderd asperges, dat is een mooie zand. En die krijg ze niet gestopt. Dus daarom hebben ze gedacht dat maar. Maar zoals jullie zien, asperges, die groeien in de rug. Wij noemen dat tennen. En deze asperges zijn al 3 jaar oud. Maar toen wij die geplant hebben, kochten we die planten van de landkweker. En dan zijn die planten zijn 1 jaar oud. Dan hoef je alleen maar. Een dergelijke excursie is natuurlijk een prima gelegenheid om de burger, de consument, in aanraking te brengen met het product. En nou, de asperge is natuurlijk op dit moment, in dit jaar getijde, een hot item. En velen zien het product liggen in de winkels, in de schappen, bij de supermarkten. Maar veel beter en veel leuker is om het te kopen direct bij de teler. En René en Anja Ooms, dat zijn aspergetelers. En het opvallende is dat hij aangesloten is ook bij de Brabantse Wal aspergeteeltorganisatie. Maar hij is de enige aspergeteler in het Steenbergse gebied op die Brabantse Wal. Hij zit hier met zijn perceel net op de grens tussen klei en zand. En reken maar dat je dat kunt proeven in de positieve zin aan deze asperge, want die neemt toch ook iets mee van de grondsoort waarop ze groeit. We pakken hem vast. Kijk, René geeft nu echt les. Hoe haal je een asperge mooi uit de grond? Hij heeft netjes gedaan. Mooie op lengte. Er staat een beetje naast. Is zeker niet.
extra smaak van het jaar. Ja, dat die jij ja, deze vind ik mooi. Ja. Dat is het grootste. Ja. En dan word ik daar. Oh ja, ik voel iets. Maar nou zit ik veel te diep natuurlijk. Ik kom uitgegaan. Oh nee, is hij los? Dat weet ik niet. Ik durf niet te trekken. Kom. Ik heb het idee dat ik wel iets gesneden heb. Misschien moet je nog een keer steken. Die helemaal af is. Moet je links of rechts? En dan moet je draaien en trekken. Ja, misschien. Dat is wel nodig. Hij bent dik. Ik denk dat we ons verhaal nog hebben. Zijn er nog vragen? Om duidelijkheid. Zo, de les is voorbij. De consument, de bezoeker, is op de hoogte. En we gaan terug met de platte wagen naar de boerderij, naar de winkel en naar het andere gebeuren op het erf bij René en Anja Ooms. Zo, we zijn weer terug op het erf. Iedereen begeeft zich weer via het trapje naar beneden. Het was een interessante excursie. Dag Barbara. Hallo. Ik zag je daarnet ook op de platte wagen en in het aspergeveld. Ja. Was dat de eerste keer dat je zoiets meemaakte? Dat was de eerste keer, ja. Want je had natuurlijk ongetwijfeld asperges gegeten. Ik heb vaak asperges gegeten. Maar nog nooit direct gezien hoe ze worden geoogst. Nee. Nou, dat is interessant, hè? Ik vond het heel interessant. En er komt heel wat bij kijken voordat het op je bord ligt. Ja. Heb je zelf ook nog er een uitgehaald? Ja, ik heb er eentje uit. Oh ja, ik heb die bezig gezien. Ja. En ging het goed? Ja, ik moest steeds verwennen, maar ja. Het is wel gelukt. Maar als je dat zo bekijkt, dan zou het toch geen vak voor je zijn om iedere morgen vroeg in de aspergeveld te staan, nee. Denk ik. Nee. En mag ik vragen wat je doet in het dagelijks leven? Ik ben praktijkopleider. Aha, dat is heel wat anders. Ja, dat is heel wat anders. Nou, dankjewel. Oké, graag gedaan. Goeiedag, Carolien Manjes. En jij was ook in het veld toen net bij het aspergesteken, bij de praktijkles. En had je dat al eerder gezien ook?
Nee, wel van de afstand dat ze asperges aan het steken waren, maar niet hoe dat precies in de boek. Nee. En viel het je mee? Wat dacht je ervan? Er is meer werk aan dan ik had gedacht. Ik viel op zich wel mee, maar ja. We hebben er maar één gestoken. Ja, oké, dat was om te beginnen. Ja. Ging dat vlot? Ik heb het niet helemaal... Ik deed het goed volgens de professionals. Dus je mag terugkomen? Ja. En wat doe je in het normale dagelijkse leven voor werk, als ik vraag? Ik ben verpleegkundige in de thuiszorg. Ja, dat is natuurlijk, ligt op een heel ander vlak. Ja. Maar wat bracht jullie vandaag hier? Want ik begrijp dat je met je vriendin bent gekomen. Ja. En wat bracht jullie vandaag hier naartoe? Nou, ik woon in Bergen. Ja. Een beetje de omgeving ontdekken en fietsen. Lekker buiten, lekker eten. Oh, ja. Jullie zijn ook op de fiets gekomen hier? Ja. Helemaal in Bergen? Ja. Wind tegen? Mee nog. Oh, mee? Nou valt het niet mee om straks terug te gaan. Ja. Gaat hier de andere kant weer terug. Oh ja. Maar het is wel interessant om zo eens direct bij een teler te kijken op zijn erf, hè, en wat er gebeurt met zo'n product. Want als jij asperges koopt, waar koop je ze dan meestal? Ja, ik eet ze altijd bij mijn moeder. Haha, je koopt ze niet zelf. Nee. Zij koopt ze ook hier in de buurt. Oh, maar zij koopt ze ook rechtstreeks bij de teler. Ja, precies. Nou, dankjewel. Het aspergesseizoen duurt nog tot 25 juni. Dus je hebt nog alle gelegenheid om er nog volop van te genieten. En als je in Amsterdam bent, waar jij vandaan komt, hoor ik nu. Dan moet je wel echt naar de supermarkt om ze te halen, denk ik. Of de groenteboer. Ja, heel duur. Ja. Maar ja, het is ook een heerlijk product, hè? Ja. En dat mag wel kosten. Ze zeggen niet voor niks, het is witte goud. Ja. Iets vooruit. Oké, dankjewel. Goedendag, ik spreek met Chantal. En Chantal, jij was ook in het veld. Ja. Kijken naar de... Naar het steken van asperges. Had je dat al eerder gezien? Nee, ik had het nog nooit gezien. Nee. Ik vond het erg leuk om het ook een keer gezien te hebben. Want ik dacht eerst dat ze dat allemaal zo uit gingen graven. Mm-hmm. En dan dat je een beetje de asperges moest zoeken. Ja. Maar het is dus wanneer het zeil omhoog gaat, zien ze echt met een kopje boven het zand uitkomen. Dus ja, dat was vroeger. Vroeger moesten ze echt zoeken. Dit is nu een stuk makkelijker geworden. Ja. Maar het is toch nog niet zo eenvoudig als het leek, hè? Nee. Je steekt gauw of te diep of ernaast. Ja. Je moet echt wel goed kijken. Ja, maar ja. Nou, als je het natuurlijk een paar dagen gedaan hebt, dan zou het wel lukken. Maar zou het een vak voor jou zijn? Nou, ik blijf toch liever lerares, hoor. Ja, maar misschien voor je zoontje. Maar ja, dat is toch... Nou, later dan mag hij zelf ook wel eens een keer proberen. En wie weet vindt het wel. Maar je eet... Hij is er niet mee eens, geloof ik. Maar je eet wel asperges regelmatig? Ja hoor, ik vind ze hartstikke lekker. En let je dan ook een beetje waar ze vandaan komen? Of koop je ze gewoon in de supermarkt? Nee, ik koop ze niet in de supermarkt. Ik koop ze eigenlijk altijd bij de boeren. Ja, dus je rechtstreeks van de teler. Ja, dan zijn ze altijd het lekkerste. Precies. Nou, het is nog een paar weken, dus ik zou zeggen, geniet er nog van. Ja, ga ik zeker doen. Oké, dankjewel. Oké, bedankt.